altijd veel te hoog was. Het water stond behoorlijk hoog ook toen die maand. En daar is dus een plan gemaakt samen met de Belgische collega's van de Rijkswaterstaat. Om eigenlijk het wateraanbod wat naar Maastricht kwam zoveel mogelijk te beperken. De stuwen zouden volledig dichtgezet worden. Dan zou men een tijdje moeten wachten tot het water natuurlijk zakt, omdat het natuurlijk wel blijft wegstromen. En dan zouden wij een drie kwartiers de tijd hebben om die bassins te inspecteren of daar iemand aanwezig zou zijn. De helft van zijn traject zit wat hij moet doorzoeken. En je zit dan op 20 minuten en dan heb je daar een goed gevoel bij. Er zijn natuurlijk ook wel anderen die halen dat we net niet. Waarschijnlijk obstakels onder water, stenen wat rechtop steken of wat dan ook. Gaten, diepe gaten waar je toch iedere keer in moet om te voelen van zit daar iemand. Dat kan zeer tijdrovend zijn. En dan probeer je natuurlijk, dan hoop je natuurlijk toch dat ook diegene zijn werkgebied afgezocht krijgt. Tot een diepte van een meter, anderhalve meter wil je nog wel eens wat zicht hebben als de zon aardig schijnt. Maar s'avonds uiteraard en bij het schemer of als het bewolkt is, dan is het gewoon vrijwel donker. Dus een duiker wat te water gaat, die ziet dus helemaal niks. De seiner die aan de kant staat, die kan middels de seinlijn aangeven of die naar links, naar rechts, naar achteren of naar boven of moet afdalen. En dat zijn de enige signalen waar de duiker mee moet doen. En de duiker moet gewoon zijn signalen volgen. En natuurlijk goed blijven tasten of die de bewuste personen vindt. Maar een persoon vinden, dan moet je zich natuurlijk niet voorstellen van ik zie daar iemand drijven, dat zou wel kunnen zijn. Nee, een persoon vind je omdat je er tegenop zwemt. En als je er tegenop zwemt, dan weet je van nou, hier heb ik iemand. Vinden is één, maar je moet hem ook meenemen, je moet hem vastpakken. En dat kan alleen maar door om met één arm om hem heen tegen jezelf aan te drukken. En dan het sein geven van, ik kom naar boven toe, ik heb hem. Maar dat heeft helaas niet plaatsgevonden, we hebben niemand gevonden. Het was nog steeds onduidelijk van waar zijn ze nou. Er waren al burgerinitiatieven opgestart. Heel veel succes toe. Luister goed naar hetgeen wat de heer Van Raak u dadelijk gaat zeggen. Dat we niet in ieder geval nog meer ongelukken zullen krijgen. En we hopen van ganse harte dat we op deze manier, dankzij uw steun, het lichaam van de vermiste man zo snel mogelijk zullen vinden. Dat was eigenlijk alles of niets dag zal ik maar zeggen wat georganiseerd werd. Van, nou gaan we nog een keer goed en stevig tegenaan. Maar hier is al een buurtje van de brandweer. En het is gewoon kijken, want het ligt hier tussen tag en alles. Alleen een mat. Ja, jammer. Even opletten. Oké. Maar het heeft niet mogen baten. Ja, kort daarna, of nou nee, toch iets langer, werd dan door een voorbijganger het eerste slachtoffer gesignaleerd aan de oever. En ja, dan ben je op zich wel blij van nou, eentje is er gevonden. Ja, heb je nog altijd zoiets van, ja, dat is dan nog iemand. Hè. En dan dat liet nog een veel langere tijd op zich wachten tot uiteindelijk ook hij gevonden werd. De machteloosheid waar je dan toch hebt. Je staat er uitgerust en wel, getraind en wel. Maar het mag niet baten tot een succesvolle inzet. Ja, dan denk je bij jezelf, ja, verdorie.
U ziet een extra nieuwsuitzending in verband met een ernstig ongeluk in Borgharen. Rond 4:15 vanmiddag zijn daar 8 mensen met een plezierjacht te water geraakt. 6 mensen raakten gewond, onder hen 2 vrouwen. Intussen varen boten van de brandweer op en neer van de rampplek naar de kant, op zoek naar de 2 vermiste mannen. We zijn hier op de plek waar op 18 januari 2005 een noodlottig ongeval heeft plaatsgevonden. Een bootje is op de Maas in de problemen gekomen. De motor van een jacht werkte niet meer, is over de stuw geslagen. En daarbij zijn 2 personen helaas te komen te overlijden. Net bij dit soort incidenten is het van belang dat de hulpverleningsdiensten alle registers opentrekken. Dat politie, brandweer en ambulance nauw samenwerken. Goed samenwerken betekent weten wat de een doet en waarom die het doet en hoe dat hij het doet. Vooraf moet dat al lang bekend zijn en moet dat besproken zijn, zodat we met elkaar werken en niet langs elkaar werken. Cruciaal bij deze samenwerking is dat de hulpverleningsdiensten 1 aanspreekpartner hebben. De politie en de GGD zijn al regionaal georganiseerd. Met straks 1 brandweer Zuid-Limburg geldt dat ook voor de brandweer. Je zwemt naar de overkant van het zwembad, ja. Over de bodem, je gaat van hieruit naar beneden. Ja. Op een meter of 3-4 van het einde van het zwembad ligt de slachtoffer. Mm-hmm. Daar ga je naartoe. Je draait het slachtoffer zodanig dat hij met de rug naar jou toe komt. Ja. Je zorgt dat je met 1 hand om zijn middel vasthoudt. En de andere arm pak is je vrij voor de infleter, waarmee je rustig lucht in je pak pompt. En dan gecontroleerd met het slachtoffer naar boven komt. Pak de zwemmer vast, ja. Met 2 handen en trek je naar de kant, Karen. Ja. Probeer hem met zijn hoofd boven water te houden. Hè. Zo. Ja, ik heb hem. Laat hem maar los. Je ziet altijd zo, alles zo heel elegant, maar je bent gewoon een nijlpaard op het water. Ik dacht, ik ga daar heel elegant zwemmen en ik doe dat. Nou, mooi niet. We'll be right back.